mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En we beginnen gelijk met het toetje. We gaan namelijk deze week maken een danoontje. Inderdaad, dat toetje wat je, als je lekker gegeten hebt, daarna nog naar binnen gooit. Wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je voor nodig de Bos yoghurtlikeur. Je hebt daarvoor nodig de boswandeling. En je hebt daarvoor nodig de aardbeienlikeur. Je kunt natuurlijk ook banaanlikeur gebruiken of persiklikeur. Net wat voor danootje jij wilt. Maar ik ben natuurlijk dol op de aardbeien. Dus daarom de aardbeienlikeur. Het shotglas heb je ook nodig. Nou, het shotglas vul je tot de helft met de yoghurtlikeur. En dan doe je bijna tot de rand de boswandeling. En waarom zeg ik bijna? Omdat natuurlijk ook nog de aardbeienlikeur erbij moet. Dus wat ik dan zelf doe is gewoon echt een minuscuul randje overlaten voor de aardbeienlikeur. Want anders dan smaakt je hele shotje naar de aardbei. En het is juist de bedoeling dat je het romige van inderdaad dat danoontoetje nog blijft proeven. Nou, het ziet er ook nog eens grappig uit. Als je dit erin giet, let maar eens op. Druppel, 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 druppel. Oh, ik heb er nou al trek in. En dan heb je gewoon een heerlijk danoontje. Zit je te kijken en je denkt, Maarten, ik weet ook een heel lekker shotje. Laat hieronder de commentaren en achter welk shotje dat moet zijn. Dat is volgende week. Misschien wel jouw shotje. Het shotje van de week. Mocht je hem net zo lekker vinden als ik, doe even een duimpje omhoog. En kun je niet wachten net als ik, zou ik zeggen. Proost. Tot volgende week voor een nieuw shotje van de week. Hoi hoi. Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.